Hi iedereen, Mashonda hier weer. Dit is mijn vlog, dag 2. Ik kan niet echt elke dag in de ochtend vloggen. Waarom? Als ik moet werken, sta ik om 5 uur op en dan kan ik niet vloggen. Nou, ik ga niet om 5 uur zitten. Goedemorgen iedereen, dat ga ik niet doen. Dus vandaar dit. Ik ben vandaag wakker geworden, wel vrij laat. Beetje lui gedaan, daarna een boek gelezen. En toen heb ik met een vriendin afgesproken, zijn we naar de stad gegaan. Zijn we naar de V&D gegaan. Wat heb ik bij de V&D gehaald? Ja, als je ergens gaat, bij de V&D was sale en ik vond zulke mooie dingen. Dus ja, ik heb maar één ding gehaald. Ik heb me ingehouden. Ik heb, even kijken, wat heb ik gehaald? Ik heb een witte broek bij de V&D gehaald. Hele mooie. Het is een skinny jeans. Maar hij is wel vrouwvrije stretch. Dus, ja, maat 36 heb ik gehaald. Als het normale broek was, was het maat 38. Maar omdat het vrij stretch is, heb ik 36 gehaald. Is heel mooi. Daarnaast heb ik niks gehaald bij de V&D. Toen ben ik naar de mediamarkt gegaan met mijn laptop. Ben ik de oplader daarvan kwijt. Al een tijdje geleden, bijna een half jaar. Maar nu ik ga vloggen, zal ik mijn laptop wel nodig hebben. Dus heb ik een zo'n Trust laptop oplader gehaald. Die je kan gebruiken voor elke laptopmerk die er bestaat. Hij was, hoeveel kostte ook alweer? 50 euro? Ja, 50 euro kostte het. Ik moest het hebben, hoe dan ook. Dus ja, ik heb gehaald. Wat heb ik nog meer gehaald? Nou ja, dit krijg je bij de Mediamarkt. Het is niet heel bijzonder. Mediamarkt magazine. Zal ik straks even doorbladeren wat het is en zo. Verder ben ik naar huis gegaan. Ik moest boodschappen doen. Heb ik een paar dingen gehaald bij de Jumbo. Dacht er dichtbij. Hallo Jumbo. Wat heb ik gehaald? Ik heb aardbeien gehaald. Ze zijn morgen pas in de aanbieding voor 2 voor 1 euro. Dus, nou ja, ik kan nu wachten. Morgen ga ik weer, dan ga ik zeker wel 5 pakken halen. Ik ben echt gek op aardbeien. Daarnaast heb ik dit gehaald. Ik ga vanavond taco eten. Ik hou van tacos. En ik heb deze poeder gehaald. Baobab poeder. Dat is, zo'n soort vrucht in, afkomstig van Afrika. Ja, toen ik in Afrika woonde, had ik het bijna elke dag. Want we hadden een boom in ons huis. Dus dit is niet bijzonder voor mij. Maar ja, ik dacht, ik heb 14 jaar lang niet gegeten. Of hetzelfde zal zijn, is de vraag. Daar zal ik nog jullie erover berichten. Maar, we zien het wel. Ik weet het niet. Baobab heet het. Even kijken. Kan je gewoon bij Superfood in de Jumbo vinden. Daarnaast heb ik avocados gehaald. Ja, ik ben echt van de gezonde kant. Ik heet altijd healthy food, superfoods. Het is duur. Maar ja, gezondheid is eenmaal duur. Tenminste, ik vind het eerlijk gezegd niet duur. Waarom? Als je ziek bent, dat is pas duur. Die dingen die je pas aangesmeerd krijgt, bepaalde medicijnen die je krijgt, is niet alleen duur voor je portemonnee, maar ook duur voor je lichaam. Dus gezond eten is een pre. Ja? Avocado's, heel erg gezond. Niet alleen voor eten, soms doe ik prakken en doe ik een beetje honing bij en dan doe ik als masker voor mijn haar. Je moet iets proberen, toch? En het werkt heel goed in ieder geval. Wat heb ik meer? Ik heb citroenen gehaald. Detox water. Moet kunnen. Soms doe ik een sneetje snijden. En dan doe ik in water. Dat doe ik later een paar uurtjes intrekken. Dat is heel erg heerlijk. En ja, voor als je wil afvallen is dit zeker heel goed. Doe sneetjes en snijtjes te snijden. Doe water. En dan heb je een lekker heerlijke citroensap. Of gewoon in eten persen is ook goed. En ik heb iets wat ik eigenlijk niet wil laten zien, maar ik ga het toch wel laten zien, want ja, het hoort erbij. Ik heb er vandaag echt heel erg zin in. En daarom heb ik het ook gehaald. Ik heb het
voor het laatst. Wanneer heb ik voor het laatst gegeten? Zeker wel bijna een jaar geleden of zo. Dus ik heb er echt zin in. En het is donuts. Oh, dit is zo. Ik weet zeker na eentje denk ik van, het is goed zo, maar we zullen zien. Ik weet niet. Ik heb bij de Jumbo gehaald. Kijk hoe heerlijk ze eruit zien. Verschillende kleuren. Geweldig. Ja, ik weet niet. Eigenlijk wou ik vandaag, ik ging speciaal naar de stad voor kapsalon. Ik wou kapsalon eten, hoe dan ook. Nee, mijn vriendin, officieel Nilem op Instagram, heeft me toch overgehaald om niet te halen. En ik ben haar wel dankbaar voor, maar toch. Ik heb toch wel iets gehaald wat niet echt gezond is of zo. Toen ze weg was. Dus ik ga straks haar snapchatten van, look at this, you want this? Goed, dat is, ja. Verder, was dat het wat ik vandaag heb gehaald bij de Jumbo en in de stad? Nu ben ik thuis. Wat ga ik nu doen? Ik ga kleding sorteren en ga ik de was doen. Verder, wat ga ik doen vandaag? Nou, het is nu 8:00 in de avond. Ik ga verder. Ja, ik heb al opgeruimd gisteren. De vaat was afgeruimd. Wat ga ik doen? Het is zo moeilijk. Het is mijn tweede vlogdag. En ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Oh ja, ik weet al wat ik ga doen. Ik heb gisteren een vlogfilm opgenomen. En die ga ik op mijn laptop zetten. En dan ga ik het bewerken. Nou ja, bewerken. Gewoon in elkaar zetten. Muziekje erbij, et cetera, et cetera. En dan ga ik het op YouTube zetten. In mijn bio kunnen jullie lezen waar mijn vlogs over zullen gaan. Over, zoals jullie zien, gezond eten. Over wat ik ga koken. Nou, vandaag ga ik dus tacos maken. Het is niet heel moeilijk. Maar ik hou echt heel veel van eten. En koken. Ik sta graag in de keuken. Ik kook heel graag. Verschillende dingen. Ik hou van Hollandse eten. Oh, Hollandse eten is zo heerlijk. Echt. Dit is geen Hollandse eten. Maar ik hou echt van Hollandse eten. Over sport. Ik sport heel vaak. Vandaag zou ik met een klant gaan sporten. Ik help mensen met afvallen. Vandaag zou ik met haar gaan sporten. Maar, morgen gaan we gewoon sporten. Een uur samen hardlopen. En daarnaast doen we bootcamps. Daar zullen jullie ook een filmpje van zien komen. Ik hoop dat jullie het echt leuk vinden. Dit is gewoon zomaar opgenomen. En ja, ik vind zomaar gewoon in één keer iets doen echt heel erg leuk. En ik heb vandaag niks bijzonders aan. Het is een roze shirt. Ja, ik weet niet van welke merk het is. Ik heb best wel lang. Ik ga even kijken als ik die etiket nog heb. Ik knip het altijd weg. Nee, ik knip altijd weg. Dus ik weet niet meer van welke merk het is. Dus heb ik, het is een mooie shirt. En heb ik een lichte blauwe spijkerbroek van Zara. Kunnen jullie zo een beetje zien. Zo eentje. Het is niet echt high waist. Maar het is echt heel mooi. Het zit echt super lekker. En ik hou er echt van. Ik kan van zulke spijkerbroek zien. Ja, comfortabel zitten. Verder heb ik zwarte schoenen. Jeetje. Zo, zulke schoenen aan elkaar hakken. Ze lopen zo lekker. Het is echt niet normaal. Ze lopen echt lekker. Ik ga mijn laptop opladen. En dan zien jullie mijn filmpje tegemoet. Fijne avond, dag, middag, ochtend. Wanneer jullie de film maar bekijken. En voor mij in ieder geval is het nu een avond. Tot de volgende film, hè. Doei!